Ik ben iets later begonnen met de AI-opleiding dan de heren. Niet in 2005, maar in 2003 ben ik met Artificial Intelligence begonnen hier in Groningen. Daarna, na mijn opleiding, ben ik begonnen aan een promotietraject handschriftherkenning. Daar ben ik nu bijna mee klaar, laatste loodjes. En inmiddels 4 jaar bij Target Holding aan de slag als machine learning engineer. En over dat laatste wil ik jullie graag even meenemen in wat wij doen. Wij doen voor heel veel verschillende klanten hele interessante projecten. In verschillende segmenten. We doen bijvoorbeeld projecten voor overheid, voor MKB'ers, voor multinationals. Daarvan komt alles even een klein beetje voorbij. Binnen de media doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar hoe we online content kunnen modereren. Denk aan commentaar onder nieuwsartikelen op websites van kranten. We hebben een groot project gedaan waarbij we peer reviewers proberen te vinden voor wetenschappelijke artikelen. Dat kost nu veel tijd en dat proberen we te automatiseren. En het ontdekken van hits op basis van views en listens op YouTube, op Spotify. Dat soort platformen. Verder zitten wij in infrastructuur. Smart factories proberen we predictive maintenance te doen of voorspellend onderhoud. Voorspellen wanneer iets onderhoud gaat nodig hebben. En we zijn bezig met het analyseren en het decoderen van informatie dat uit boordcomputers van auto's komt. Ook op het gebied van life and health doen wij een hoop dingen. We zijn bijvoorbeeld bezig met het voorspellen van energieverbruik van huishoudens. Gas, elektriciteit, dat soort dingen. Hoeveel ga ik volgende week verbruiken? We monitoren gezondheid en proberen jouw fitnessdoelen te geven die toegespitst zijn op jou op basis van je Fitbit-data. En we proberen huidinfecties te detecteren op plaatjes. En die plaatjes zal ik jullie vandaag besparen. Op het gebied van human resources zijn wij bezig met bijvoorbeeld skill gap analysis. Voor detacheerbureaus proberen we te detecteren wat het verschil is tussen de skills die de klanten vragen versus de skills die de medewerkers daadwerkelijk hebben. En vandaag gaat het vooral over vacature matching. Gaat het over hoe vinden we de cv's die bij een vacature passen of vice versa. Hoe gaat dat nou op dit moment? Hè? De traditionele vacature matching is vooral heel erg keyword gestuurd. Je zoekt op specifieke kernwoorden. Bijvoorbeeld in dit geval zoek je een staff accountant. Nou, dan vind je alle cv's of vacatures die staff accountant bevatten. Die dataset is heel erg gestructureerd. Bevat heel erg duidelijk structuur op basis van dit is de functietitel, dit is de ervaring die iemand nodig heeft, enzovoort. Maar dat geeft je toch een bepaald soort probleem, namelijk als ik een machine learning engineer zoek, ik zoek een collega, vind ik dan ook daadwerkelijk de AI-expert? Of vind ik de PhD op het gebied van intelligent systems? En dat soort termen die zijn allemaal gerelateerd en die worden vaak door andere mensen op een andere manier gebruikt, maar bedoelen wel hetzelfde ongeveer. Daarnaast wil ik ook heel graag ongestructureerde tekst kunnen gebruiken. Het structureren van al die vacatures kost ontzettend veel tijd. Er zitten mensen allemaal data entry te doen en dat kost ontzettend veel geld en tijd. Dan hebben wij een automatisch systeem voor ontwikkeld en dat gebruikt context. We weten namelijk dat bepaalde dingen in bepaalde contexten hetzelfde betekenen. Dat werkt ongeveer als volgt. Ik zoek een administratief medewerker, maar die heeft een aantal verschillende omschrijvingen. Nou, hier zie je een aantal. En wat ik je hieruit wil laten zien is dat je zowel de administratief medewerker als de back-office medewerker gebruiken ongeveer dezelfde termen als het gaat om de takenpakketten die ze hebben. In dit geval natuurlijk het bijhouden van afspraken of het afhandelen van mail. Die context die leren wij met behulp van een bepaalde techniek en die noemen we Word2Vec. Dus de techniek, een aantal jaren geleden door Google gepubliceerd. En die leert de context uit heel veel voorbeelden van teksten. Dat kan je als volgt een beetje voorstellen. Stel je voor, we hebben deze 4 woorden. Koning, koningin, man en vrouw.
En die woorden worden in een bepaalde context gebruikt. En elk getalletje gaat een bepaalde representatie geven van een bepaald concept. Wat we namelijk willen bereiken is dat we kunnen rekenen met deze woorden. Machine learning gaat vooral over rekenen met concepten waar de mens misschien wel enige intuïtie bij heeft. Maar de machine kan alleen maar rekenen. Kan alleen maar optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, dat soort dingen. En dat willen we ook met die woorden bereiken. Dus wat leert deze techniek? Leert dat koning en koningin vaak in eenzelfde soort context voorkomen. Dat is het eerste kolommetje. Maar het leert ook dat man en vrouw vaak in een bepaalde context voorkomen. Wat dat dan dus betekent voor onze rekenmethodes is dat we kunnen rekenen met deze woorden, met deze concepten. We kunnen bijvoorbeeld vragen, wat is de vrouwelijke variant van koning? En dat kan je doen door dit rekensommetje op te lossen. En dan komt daar inderdaad uit een representatie die heel erg dicht in de buurt ligt van koningin. Dit geeft ons de mogelijkheid om anoniem met die data te rekenen. We kunnen alle gegevens over naam, geslacht, leeftijd, dat soort dingen kunnen we negeren. En zien dat in een bepaalde context bepaalde woorden hetzelfde betekenen. Ongeveer dan. Zo zie je dat geslacht dan ineens niet meer zoveel uitmaakt voor het vinden van een nieuwe verkoper. Of dat de precieze bewoording van directiesecretaresse of office manager ook niet meer zoveel uitmaakt. Nou ja, natuurlijk hebben we nog steeds uitdagingen en ook deze techniek is geen uitzondering. Want wat doe je bijvoorbeeld bij iets wat wel heel verschillend is, maar in dezelfde context voorkomt? Dat zijn tegenstellingen. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau. Iemand die op het mbo is afgestudeerd, zal dezelfde woorden gebruiken voor ik heb een diploma behaald en dit is de opleiding die ik heb gedaan, als iemand die een WO-opleiding heeft gevolgd. Daar komt namelijk ook een diploma aan te passen en een opleiding naam. Ja, die context is dus hetzelfde, maar het betekent iets heel anders. Iemand die een WO-afgestudeerd persoon zoekt, wil niet graag een mbo-geschoold iemand voor een vacature als machine learning engineer. Dat is een uitdaging waar we nu mee bezig zijn en dat is erg interessant. En dit is ook een leuke uitdaging. Namelijk, wat doe je met rare cv's? Omdat wij werken met ongestructureerde data, krijgen we ook wel eens dit soort cv's voor ons kiezen. En we proberen die informatie altijd geautomatiseerd uit die PDF's, Word docs, dat soort dingen te halen. Maar gooien vaak een groot deel van die structuur weg. En dit soort cv's zijn nou juist interessant omdat er heel veel structuur in de tekst en in de plaatjes zit. Ook iets waar we mee bezig zijn. Nou, kijkend naar de toekomst. We zijn bezig met een soort app of een website. In ieder geval, mensen die werk zoeken, kunnen hun cv uploaden. En daarmee razendsnel beoordelen of een bepaalde vacature die we ze voorschotelen relevant voor ze is of niet. En daarmee leren wij weer heel veel over iemands voorkeuren. En ook de voorkeuren die niet expliciet in een vacature of een cv zijn opgenomen. Locatie, dat soort dingen. Ja, zeg je niet altijd op je cv van oké, ik ben op zoek naar een werkplek in Groningen of juist niet. Dat soort dingen leren we door middel van feedback. Het is al een paar keer eerder gevallen. Die feedback loops zijn voor ons heel erg belangrijk. En daarnaast, het is altijd mensenwerk. Dus ook de dingen die we voor HR-bureaus doen, het is altijd een suggestie die we doen en niet een opgedrongen iets. Nou, dat was mijn verhaal en ik zie heel erg uit naar de vragen zometeen.